Landgoed Hoenderdaal is een dierenpark in beweging. In rap tempo worden oude verblijven vervangen door nieuwe. Deze keer zijn de neusberen de gelukkige. De contouren van het verblijf zijn al goed zichtbaar. Dit betonnen stukje dat wordt het nieuwe binnenverblijf van de neusberen. En dat grote stuk daarachter dat wordt het buitenverblijf. Dus het wordt echt wel twee, drie keer zo groot als dat ze nu hebben. Een hele vooruitgang. Het duurt zo te zien nog wel even voordat het neusberenverblijf helemaal klaar is. Dat geeft ons de gelegenheid om eens te gaan kijken bij de puma's. Wie hebben we hier? Vincent en Noël. Dat zijn onze puma's. Vincent is mannetje, Noël is de dame. En waar komen zij vandaan? Vincent was al bij ons. Al een wat langere tijd, in dit geval. Was hier al voordat ik hier kwam, maar van wat ik begrepen heb, eigenlijk overbodig. Dat zie je vaak, worden geboren, geen plek meer voor en moeten vervolgens ergens heen. Noël is hier gekomen in de hoop dat het een koppel zou gaan vormen. Zij heeft in een dierentuin gezeten, er was eigenlijk ook geen plek meer. In ieder geval, er was eigenlijk nooit plek voor haar. Dus wij hebben toen gezegd, we willen haar eigenlijk wel heel graag overnemen, kijken of dat match is. Dus Vincent heeft altijd hier gezeten, Noël zat altijd daar, in dit geval. Naast elkaar. Uiteindelijk hebben we het geprobeerd. Hekte er tussenuit toen het helemaal goed ging. Het is eigenlijk heel goed afgelopen. Het was voor ons heel spannend. Wij keken hier wel een beetje tegenop, want het is gewoon eng, puma's. Ze laten heel slecht zien of ze elkaar echt leuk vinden, weet je. Ze wennen wel aan elkaar, maar ze leven heel veel langs elkaar heen. Dus je kunt heel moeilijk zien of er echt affectie is. Leeuwen zijn aan het kroelen, die liggen tegen elkaar, zijn de hele dag met elkaar bezig. Puma's hebben dat niet echt. Het zijn meer kinderen die naast elkaar spelen, bij wijze van. Ja. Maar we zagen ook geen enkele reden om het niet te proberen. En ze zochten echt wel contact met elkaar. Dus ze hebben gezegd we proberen het gewoon binnen bij elkaar gezet. En het is eigenlijk, eigenlijk vanaf dag 1 heel goed gegaan. Ja, maar dat ziet er heel gezellig uit. Ja. Vincent en Noël blijven voorlopig bij Hoenderdaal. Ze gaan niet, zoals de leeuwen en tijgers, naar opvangcentra elders. Het zijn in het wild dan ook geen bedreigde dieren. Dus een deelname aan het fokprogramma is ook geen noodzaak. Komen we voor de neusberen, zijn ze weg. Ja, sorry. Ja, het hok is nu leeg. Want we hebben ze eigenlijk vorige week al naar een nieuwe verblijf verplaatst. Naar het binnengedeelte. En daar zijn ze nu aan het wennen. Want ze zijn behoorlijk gestrest. Ze hebben tijdens het verhuizen ook gelijk hun jaarlijkse entingen gehad. Zodat we ze maar één keer hoefden te vangen. Maar goed, dat maakt wel dat ze nu weer een tijdje nodig hebben om ons weer te vertrouwen. En we willen ze naar buiten laten als we dat vertrouwen weer terug hebben gewonnen. Ja, want zijn het zenuwenleiers? Ja, ze zijn gauw geschrokken van dingen. Ja. Dus op zich zijn ze niet zo heel gauw bang, maar zeker voor nieuwe dingen. Hè, nieuwe ruimte. Dat duurt toch vaak wel heel even hoor, voordat ze dat oké vinden. Ja, en dit is een oude verblijf. Wat is daar mis mee? Nou, veel te klein. Het is heel kooierig. En zo zijn er nog een paar verblijven in het park die we toch zo één voor één proberen weg te halen. Maar ja, dat betekent wel dat we eerst wat anders moeten hebben. Dus zo zijn we eigenlijk per projectje toch aan het zorgen dat toch wel een beetje deze ouderwetse kooien zometeen helemaal verdwijnen uit het park. Hier komen geen andere dieren meer? Nee, dit wordt echt gesloopt zometeen, ja. Ik heb ook al een bordje opgehangen, want anders staan mensen hier het zoeken naar dieren die er niet meer zijn. Dus nu kunnen ze mooi in een nieuwe verblijf bekijken. Ja, dus als iemand nog een hekje voor zijn klimop nodig heeft, dan kan iemand straks halen. Ja, wie weet kunnen we dit weer voor iets anders gebruiken. Maar in ieder geval zulke kleine kooien, die willen we niet meer. Als we omdraaien, dan zien we hier het hele nieuwe verblijf. Ja, en dat ziet er al serieus uit. Het is eigenlijk open. We werken met een gladde wand met stroom, zodat de neusbeertjes er wel in blijven. Maar er geen tralies te zien zijn. Kijkt toch gelijk heel anders. En kunnen de dieren ook lekker de hoogte in. De bomen die er staan, er komen nog wat meer bij. Dus dan kunnen zij ook gewoon veel meer handen gebruik maken van hun verblijf. Ze zijn hele goede klimmers. En gelukkig springen ze niet zo goed. Dus als het goed is, moeten ze er gewoon netjes in blijven. En er komen nog wat glaswanden in, zodat ook kleine kinderen mooi kunnen kijken. Dat je niet over de rand kukelt. Ja, precies. Gelukkig zijn het niet super gevaarlijke dieren. Ze kunnen wel bijten, maar wat dat betreft is er weinig gevaar.
Dus dat is natuurlijk veel leuker, zo'n verblijf. Ja, zowel voor mensen als voor dier. Ja. Ja. En ze zitten nu daar binnen dus? Ja. Je kan ze wel dus als bezoeker, als ze binnen zitten, kun je ze dus door het glas wel zien. En straks als ze dus naar buiten mogen, dan kunnen ze kiezen binnen buiten. Maar je kan ze in ieder geval dan altijd zien. Ja. Ja. Nou, laat maar eens een paar neusberen zien dan. Ja, even kijken. Hoi, heb je lekker eten gehad? Nou, je ziet dat het eigenlijk al best wel goed gaat. In het begin staat ze alleen maar toch zielig in een hoekje te kijken. En nu komen ze al lekker eten. En ze zijn weer hun nieuwsgierige zelf aan het worden. Dus we zijn de goede kant op aan het gaan. Mijn collega die steekt ook heel veel energie in training. Zodat ze dus echt weer op de target afkomen. Dus dat is ook mooi. Dus ja, ik denk nog een paar dagjes. En dan gaan we kijken wat ze vinden van hun nieuwe verblijf. Heel voorzichtig komt de nieuwsgierigste van de twee naar buiten. En na wat rondgesnuf wordt een voorzichtige poging gedaan om de nieuwe omgeving te verkennen. De neusberen van Hoenderdaal zijn rode neusberen die voorkomen in Zuid-Amerika. Hun vacht is roodbruin of met variaties van geelbruin en grijs. De staart is geringd en ze hebben een lange, spitse snuit. Hier zijn ze met z'n tweeën, maar in het wild leven ze in groepen van 10 tot 20 dieren. Ze eten paddenstoelen, vruchten en insecten. Inmiddels zijn we een paar weken verder en zijn beide dieren al aardig vertrouwd geraakt. De een ligt lang uit in het buitenhok. De ander vinden we terug, hoog in de boom. Dat ze hoog in de boom zitten is niet ongewoon. Neusberen zijn goede klimmers en op deze plek blijven ze ook uit de klauwen van hun natuurlijke vijanden. En als dat niet lukt, hebben ze nog een rijtje scherpe tanden om zich te verdedigen. Hoenderdaal wil ook voor deze neusberen een opvangplek zijn. Dus wellicht kan dit duo in de toekomst gezelschap tegemoet zien.